Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Thuis in Limburg vanaf Landgoed Hommelheide in Susteren. Ja, het is weer lekker warm vandaag. De kinderen zitten weer lekker in het water en wij gaan er weer een mooie show van maken. Hè? Maurice, leuke gasten. Ik heb een hele leuke gast. Ik heb de bondscoach van het zaalvoetbal van Thailand. En dat is Limburgs en Nederlands beste zaalvoetballer ooit. En dat is Vic Hermans. Op een rondreis door Europa doet hij even TV Limburg aan. Nou kijk, en deze keer heb ik ook iets sportiefs, namelijk de artiesten die we vandaag hebben, New Timeless, die zijn ook erg sportief aangelegd, moet ik zeggen. Maar daar horen we straks natuurlijk meer over. Sparta-fans en Ajax-fans, begreep ik. Absoluut. Ja, ja. En we hebben natuurlijk de gast Ria Ome, Europarlementariër, waar we een mooi gesprek mee gaan voeren. En Pat, die brengt ons naar de gemeente Roerdalen. Hij heeft mooie reportages opgenomen, onder meer over een uniek natuurgebied wat ze daar hebben, de Mijnweg. Hier in Roerdalen is de natuur best wel belangrijk. En hier, zo belangrijk zelfs dat hier een heel nationaal park is. En ik sta hier met John. John is van Staatsbosbeheer. En jij weet welkom. Alles. Hi. Jij weet alles van dit nationale park. Nationaal park, de Mijnweg? Ja. Ja. Heeft dat iets met echte mijnen te maken? Of? Nee. Dus de naam Mijnweg is van gemeende. Samen. Ah, op die manier. Er waren 14 gemeenten, 14 kerkdorpen die het gemeende goed hadden. Ja. En begon dus met houtoogst en daarna de schapen driften vanuit die 13 kerkdorpen. En dan allemaal heide, dan krijg je heidelandschap. Ja. En daarna is het aangeplant voor de mijnbouw met lange ei. Maar dus het heeft wel weer een verleden in de mijnbouw. Ja. Maar daar komt niet de naam Mijnweg vandaan. Oké, even voor de mensen om een idee te krijgen. Waar in dit gebied zitten we nu? We zitten nu in het bezoekerscentrum. Mm-hmm. En dan ga je omhoog tot aan de spoorlijn. Omhoog en hoog plateau. Ja. En hier zie je ook dat hier het blauwe lijntje van de Bosbeek begint, ja. Stroomafwaarts. En aan deze kant de Rode Beek ook, die begint hier in het kwelgebied en die stroomt hier over de landsgrens tot in de Roer. Oké, okay. En dat is dan het Nationaal Park geworden, daar hebben we er neem ik aan niet zoveel van in Nederland? Hoeveel nee. In Nederland 20 stuks. Oké, okay. En is dit het enige in Limburg? Nee. De Grote Pelen, grensoverschrijdend met Brabant, mm-hmm. En de Maasduinen, ja. Drie stuks. En je zegt grensoverschrijdend, gaat deze dan ook nog die grens over? We liggen hier vlakbij Duitsland ja. In principe. Deze is 2800 hectare om en bij in Nederlands grondgebied. Hoeveel is 2800? Dat is heel veel, maar hoeveel? Om en bij 5000 voetbalweilanden. Daar dus kan je lange passes op maken, ja. Inderdaad. Dus. Oh, dat is wel heel groot. En wat kun je er allemaal doen? Want ik neem aan dat er natuurlijk allerlei mogelijkheden zijn om je door dat park hier te bewegen. Ja, er zijn manages in de buurt, dus ruiters. De heufkar, zoals we net zagen ja, aankomen. Ja, die zag ik inderdaad net ja. Ook al fietspaden. Recent hebben we nog in de samenwerking een fietspad aangelegd en twee keer gesloten. Ook ingericht voor de rolstoelgebruikers en voor elektrische scooters. Okay, ja. Dus de breedte aangepast, dat ze er netjes tussendoor kunnen. Dus daar is ook aan gedacht. Vrij recent aangelegd. En is hier nog water in de buurt? Ja, er zijn meerdere vennen, natuurlijke poelen die ontstaan zijn. Ja. En er is recent nog een onderzoekje geweest door een vrijwilliger dat er een 101 gegraven poel hier in het hele gebied liggen. 101? 101. Er zijn echt mensen die dat gaan natellen, zeg maar. Ja, die gaan dat natellen, maar die gaan ook kijken welke beestjes er nog in voorkomen. En of die nog genoeg zon heeft, of genoeg schaduw, of genoeg diepte. Elk beestje heeft zijn voorkeuren. Goedemiddag. Hi. Hi. Dit zijn wel hele bijzondere fietsen wat jullie hebben. Lichtfietsen. Ja. Ik vind het wel spannend, moet ik zeggen. Fiets dat nou lekker? Ja, voor mij is het inderdaad de voornaamste reden omdat ik het gewoon zo comfortabel vind dat ik een lichtfiets heb. Je gaat er ook wel harder op. Beetje, ja? Ja, het scheelt wel qua luchtwrijving. Je bent gewoon wat lager en gestroomlijnder. Ja.
Maar ik vind vooral met lange fietstochten, je krijgt geen zadelpijn. En dat is echt. En is het nou lastig? Of kan iedereen dit? Ja, in principe kan iedereen het volgens mij. Je moet even oefenen en dan na 10 minuten kun je het ongeveer. Nou, dat valt goed mee. Misschien dat ik even kijken of dat zo is. Maar dan heb ik nog één ander ding wat ik van jullie wilde weten. Want ik heb vernomen dat jullie onderzoek hebben gedaan hier in het park naar vleermuizen. Ja. Nou, we doen eigenlijk gewoon alle zoogdieren in het algemeen in het hele gebied. Het is een van de rijkste gebieden qua zoogdieren van Nederland. Er zit echt van alles. Mm-hmm. En qua vleermuizen is er ook nog niet zoveel bekend. Dus we zijn heel erg benieuwd wat er gaat zitten. We hebben nu 2 keer vleermuizen gevangen hier. Ja. En nu tot nu toe 3 soorten, toch? Ja. Ja. Ja, we hebben een franjestaart gevangen. Gisteravond laatvliegers en het werkvleermuis. Ja, want jullie zijn even voor de orde dat die mensen denken, die jongen ziet eruit alsof hij niet heeft geslapen. Dat is ook zo. Jullie zijn de hele nacht bezig geweest. Ja. Dus. Maar je zegt, die worden gevangen, maar ik neem aan dat je ze vangt en daarna kijkt en ze daarna weer terug vrijlaat, toch? Ja, dat klopt. Ja. Want hoeveel vleermuizen moet ik me voorstellen dat hier zitten in het gebied? Nee, geen idee. Ja, er is sowieso niet zoveel over bekend, maar ik vind het lastig in te schatten. Ja. Heb ik eigenlijk nog maar 1 vraag? Zou ik eens mogen proberen op zo'n fiets? Je mag het proberen, ja. Dan levert vast leuke beelden op. Wacht, hou jij deze even vast? Kom maar. Oh man, dit is echt geen goed idee. Wacht, ik kom jouw kant uit. Ik ben hier. Dus niet achter het stuur, maar voor het stuur. Voor het stuur? Ja, je benen moeten voor het stuur. Nee! Ja. Ik kom niet eens in de trappers. Oké. Ja, het is hartstikke makkelijk zo'n leeg fiets. Als je eenmaal aan de gang bent, dan is het eigenlijk veel beter als gewoon fietsen. Ja, en, ik denk het ook. Ja, heel makkelijk om te leren ook. Ja. Nee, bedankt voor de les. Succes ermee. Dat was een goede eerste stap. Ja, ja. We hebben meters gemaakt. Daar moet je vleermuizen voor bestudeerd hebben om dat te kunnen. Dat zie ik al. Ja, en vanaf Roerdalen zakken we iets af naar het zuiden, namelijk naar Maasbracht en Echt. Want dat heeft alles te maken met mijn volgende gast. Dat is namelijk Ria Ome, Europarlementariër. Welkom. Ja, want Echt bent u geboren natuurlijk in Maasbracht, daar woont u nog steeds. Maar veelal werkzaam in Brussel. Bent u nou ook een beetje het Limburgse ontgroeid? Ik ben het Limburgse totaal niet ontgroeid. Nee? Want ik ben eigenlijk nooit weg geweest. Ik ben overigens geboren in de gemeente Echt. Uh-huh. En ben later naar de overkant van de straat verhuisd. En dat was de gemeente Maasbracht. En in Maasbracht, de gemeente Maasgouw, daar woon ik nu nog steeds. En dan kom ik ook ieder weekend ben ik daar ook terug. Meestal op donderdag. Dan zet ik mijn auto weer de andere kant op. En dat is dan naar Maasbracht. En dat is vrijdag meestal familie opzoeken en zo? Of? Nee, ik woon gewoon in Maasbracht. Mm-hmm. Ik heb mijn huis. Ja, ik heb mijn tuin, maar vindt u dat belangrijke aandacht te besteden aan de familie en dergelijke? Ja, absoluut. Absoluut. Is dat belangrijk? Ja. Familie, vrienden. Maar je wordt beperkt, omdat je ook heel erg veel werk te doen hebt. Mm-hmm. Als ik op donderdagavond thuis kom, dan ligt er een hele stapel. Niet alleen kranten, maar kranten, tijdschriften. Allerlei maar er ligt ook een hele stapel post. Er zijn afspraken die je moet doen. Op vrijdag heb ik heel vaak afspraken, ook in het Haagse. Je hebt vergaderingen, dus het weekend zit ook meestal redelijk vol. Zit goed vol. Ja. Nou, we komen dadelijk nog even terug op het vakantievieren dan, want dat moet dan natuurlijk ook gedaan worden. Absoluut. Maar ik wil even terug naar 1989, want toen bent u vanuit de Tweede Kamer naar het Europarlement gegaan. Waarom heeft u toen die stap gemaakt? Nou, om eerlijk te zijn, in eerste instantie was er iemand anders gedacht om kandidaat te zijn voor Limburg in het Europese parlement, namens het CDA. Die kandidaat kreeg ze er niet doorheen. En toen werd ik als Tweede Kamerlid gevraagd. Dat zou in elk geval wel lukken. Daar ben ik over na gaan denken. De toenmalige fractievoorzitter vond dat het maar voor een periode van maximaal 5 jaar kon zijn. Maar toen moest ik weer terug. Uh-huh. En ik ben gaan nadenken en Europa is mij heel goed bevallen. Waarom? Omdat je bezig bent met wetten, met regels maken die het leven van die Europese burger veel gemakkelijker maken.
En dat doe je dus niet alleen maar voor 16 miljoen Nederlanders. Dat doe je dus nu voor 500 miljoen Europeanen. Ja, je geeft op je website ook aan dat we eigenlijk allemaal dagelijks te maken hebben met zaken die met Europa te maken hebben. Absoluut, ja. Absoluut. Dat gaat over de gezondheid van onze levensmiddelen. Dat gaat over de grensoverschrijdende zorg. Ik heb vanmorgen een interview gegeven en dat ging over werken over de grens. De aspecten daarvan als sociale zekerheid, de fiscaliteit. Maar ook als een Pool hier in Nederland komt, hoe die dan behandeld moet worden. Uh-huh. Nou, dat zijn allemaal zaken die voor ons van belang zijn en waar wij aan meehelpen. En als ik nu kijk naar de positie van vrouwen. Dankzij Europa hebben wij als vrouwen bijvoorbeeld ook in 1986 het recht gekregen op een eigen werkloosheidsvoorziening. Die was er vroeger niet. Mm-hmm. Kunt u dat niet meer voorstellen. Maar het was er niet. Dus we hebben ook als Europa met de Tweede Kamerleden van destijds ervoor moeten vechten dat we dat ook in Nederland krijgen. En als u zo terugkijkt, zijn dat juist de mooie dingen dan die uw vak mooi maken? Absoluut. Ja? Absoluut. Ik weet nog minder goed dat toen we in Nederland een nieuwe zorgwet gingen invoeren, dus een nieuwe zorgverzekering, toen was het zo dat we als Nederlander, ook als we in het buitenland woonden, als we maar enigszins een salaris of een inkomen, een pensioen kregen vanuit Nederland, dan moesten we de Nederlandse zorgwet betalen. Mm-hmm. Maar wat ze vergeten waren te regelen is dat je dan ook recht moet hebben in Nederland op de zorgvoorzieningen. Nou, dat heb ik in Europa destijds in overleg met de minister van Volksgezondheid, Ab Klink, heb dat in Europa geregeld, omdat het daar veel sneller ging. Dus ook hele praktische dingen kun je in Europa doen. Ja, is dat in Europa zoveel makkelijker om het te regelen dan bijvoorbeeld op landelijk gebied? Ja, als je het op landelijk gebied doet, dan moet er meestal een advies aanvragen naar de SER gaan. Dan moet het in de Kamer met de verschillende lezingen. En als je dan toch met een bepaalde wet in Europa bezig bent, dan kun je het er net zo goed maar even inzetten. En dan is het ook geregeld. Ja, nou, u zit er namens het CDA natuurlijk. Ja. Wat voor invloed heeft geloof ook op uw eigen leven? Op welke manier is dat terug te zien? Ik ben katholiek, rooms-katholiek. Het geloof is met name in tijden dat je het moeilijk hebt, biedt dat een enorm houvast. En ik vind het katholieke geloof, ik zelf aanhanger, ik vind het ook een blij geloof. Ja, op welke manier? Het geeft steun, de rituelen van de kerk geven steun in verdrietige tijden. Maar het is ook een hele mooie liturgie voor als je dingen te vieren hebt. Mm-hmm. Dus ik ben gelovig. Ja, ja. Nou, het is nou voor mooi hoe u daar naar kijkt natuurlijk uiteraard. En nog even terugkomend op uw politieke carrière. Want u houdt zich onder meer bezig met het pensioenstelsel. Ik ben rapporteur in het Europees Parlement voor de pensioenen. Mm-hmm. Ik weet dat in Nederland ook een pensioenrapporteur is. Maar ik zeg altijd, ik moet in Europa moet ik wel schrijven en zorgen dat er goede besluiten genomen worden. En dat betekent dat als ik in Nederland gewerkt heb, dat ik in Duitsland woon, dat ik ook recht heb op dat Nederlandse pensioen. Mm-hmm. Dat betekent dus ook dat als ik als Limburger in Aken gestudeerd heb, vervolgens daar gewerkt heb tot mijn 34e, dat ik vind dat die meneer of mevrouw die dan weer terug is in Nederland ook dat pensioen tot dat 34e ook uitgekeerd moet krijgen. Ja, dat ze er ook voor gewerkt heeft natuurlijk. Precies. Maar op dit moment was dat nog niet het geval. Mm-hmm. Wel het staatspensioen, het overheidspensioen, maar nog niet het pensioen dat men opgebouwd had in een bedrijf. Omdat men in Duitsland een totaal andere regeling heeft als wij in Nederland kennen. Men moet daar heel erg lang in dienst zijn. Pensioen wordt gezien als de beloning van een werkgever voor iemand die heel lang in dienst blijft. En als je dan 5 jaar had gewerkt of je was 34, dan kreeg je niks. Ja. En je kwam in Nederland tekort. En hoe zijn de stappen tot nu toe? Dan moeten dus regels afgesproken worden. Vanaf bijvoorbeeld je 25e bouw je altijd in Europa een pensioen op. Mm-hmm. Een aanvullend pensioen op. Nou, dat is waar ik mij mee bezig houd. En dat gaat de goede kant op? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ik zet me er heel erg hard voor in. En dan gaat het ook de goede kant op. Ja. Nou, is het zo
dat u zelf nog enkele jaren heeft te gaan voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ja. Hoe kijkt u naar uw eigen toekomst? Want in het halverwege 2014 zijn ook weer de nieuwe verkiezingen voor het Europarlement. Gaat u voorlopig nog even door of gaat u toch... Nou, zelfs als ik in 2014 met pensioen zou gaan, ben ik op dat moment nog 63... En we hebben de AOW-leeftijd hebben we verhoogd. Ja. Dat zullen ook de bedrijfspensioenen, zeker ook de overheidspensioenen zijn. Dus het zal nog heel eventjes duren voordat ik dan echt aan pensioen toekom. Dus wat ik wil proberen te doen, en dat is nu al een aantal activiteiten zoeken, waar ik mijn talenten, ieder mens heeft talenten, waar ik mijn talenten ook beschikbaar kan stellen. Dat probeer ik nu te doen. Zodat ik straks in 2014, als ik niet meer kandidaat zou zijn. En dan lijkt het. Dat is toch de vraag natuurlijk? Wat? Dat is dan nog de vraag natuurlijk? Nee, je moet op een gegeven moment ook zeggen van er is een tijd van ophouden. Ik was in 1981, toen ik in de Tweede Kamer kwam, was ik de jongste. Mm-hmm. Ja. En ik vind niet dat ik moet ophouden als de oudste parlementariër die we hebben. Overigens zijn er nu nog mensen die ouder zijn dan ik, maar minder dienstjaren hebben. Dus we kunnen er sowieso van uitgaan dat hij iets anders gaat doen na 2014? Ik moet gewoon actief blijven. Ja, ja, ja. En een andere ik moet gewoon actief blijven. Maar de vraag is of je, als je 63 bent, of je er dan nog voor moet kiezen om ook nog die 80 uren in de week te werken. Mm-hmm. En ik weet dat mijn habitus is gewoon van, ik wil gewoon de dingen die ik doe goed doen. Ik wil een goed volksvertegenwoordiger zijn. Ik wil openstaan voor mensen. Ik wil contacten met mensen. Nou, in die zin zal ik dan ook een aantal dingen weer gaan zoeken. Maar is er bijvoorbeeld een mogelijkheid niks doen, dat u... Niks doen kan ik niet. Nee. Ik kan niet zomaar zitten niksen. Nee. Maar is er een mogelijkheid dat u bijvoorbeeld weer terugkomt naar de Tweede Kamer? Of dat u in Limburg meer gaat doen? Wij krijgen nu op 12 september krijgen we verkiezingen. Daar staan drie uitstekende Limburgers op de lijst van het CDA. En ik hoop dat als die in 2012 gekozen worden, dat we nu eens een keer een kabinet krijgen en een Kamer die ook nog vier jaar volhoudt. Ik vind het jammer dat Ger Koopmans niet meer op de lijst staat. Maar we hebben drie hele erg goede mensen. Martijn van Helvert komt hier uit Susteren. Uh-huh. We hebben Mustafa, Helden. En dan hebben we nog Remo Knops, die ook geen onbekende is in de muziekwereld, die er ook al wat langer zit. Ja. En die goed leiding kan gaan geven aan dat team van nieuwe mensen. Dus wat dat betreft hoop ik dat die het in elk geval tot 2016 uithouden. Nou, we gaan het in elk geval volgen. Maar waar u zich op dit moment in elk geval ook mee bezighoudt, is dat u ook bestuurslid bent van het OLS. In 2006 was u de eerste vrouw die het bestuur instapte en volgens mij bent u dat nog steeds. Ja. Ja, waar komt die liefde voor de schutterswereld vandaan? Dat is cultuur. Schutterswezen heeft alles te maken met een diepgewortelde cultuur in die Limburgse samenleving. En als je kijkt naar de schuttersverenigingen waren vroeger de beschermers van de mensen in de dorpen. Die hun zekerheden boden. Want we hadden toen nog geen wetgeving, maar we deden gewoon goeds aan elkaar. Nou, in die cultuur, om dat weer te handhaven en ook ervoor te zorgen dat er ook jonge mensen bij komen. Ja, dat vind ik een hele mooie opdracht die je hebt. Ja, want dat is uw aandeel zeg maar, in het bestuur? Ik ben voorzitter van de Stichting ter Ondersteuning van het Schutterswezen. Mm-hmm. En die probeert natuurlijk alles eraan te doen dat schutterswezen ook naar de toekomst gehandhaafd blijft. We hebben bijvoorbeeld een prachtig project, dat is de Schutterschool. Kunnen kinderen leren van wat is dat nu eigenlijk, die schutterij? Het kinder-OLS is iets van belangstelling kweken voor. Nou, dat zijn allemaal projecten die door dat SAS, die Stichting Ondersteuning, gedaan zijn. En ik zit namens dat SAS, zit ik natuurlijk nu ook in dat federatiebestuur. Ja, dat is in elk geval een mooi project en daar blijft u denk ik ook wel even mee bezig, toch? Jazeker. Heeft u ook nog wel tijd om vakantie te vieren? Ja. Ja? Ja, ja. Bent u dit jaar al geweest of moet u nog gaan? Ik heb dit jaar met mezelf
een groot experiment ben ik aangegaan. Mm-hmm. Ik ben 3 weken heb ik een appartement in het zuiden van Frankrijk gehuurd. Voor de eerste keer dat ik ook echt 3 weken dat voor mezelf deed. Mm-hmm. Alleen wegging. Ik heb wel wat vrienden, vriendinnen op bezoek gehad. Maar dat was een heerlijke rust. Ik heb de afgelopen jaren heb ik dan weer 5 dagen hier. Dan is een kleine week golfvakantie daar. Dan weer naar andere vrienden. Maar ik wilde gewoon nu de benen onder mijn eigen tafel steken. En ik moet zeggen, ik dacht van, wordt het niet wat moeilijk? Ga ik me zelfs niet met dat hele koffer met boeken vol, ga ik me dan niet vervelen? Ja. Maar het is uitstekend gegaan. Ik heb genoten. Ja, want uw man is inderdaad overleden. Rust gehad, ja. Was het niet heel moeilijk om die stap te zetten dan? Dat was echt... Van de eerste keer? Ja. Ja, de eerste keer. Mijn moeder van 87, die belde vorige week. En die zei ze, best zeker blied als een hoeskums, hè? Ik zeg, nee moeder, ik zeg, als ik de kans krijg, doe ik dat volgend jaar voor een mooie. Want het is heerlijk rustgevend. En als je zoveel werkt, zoveel op reis bent, als je thuis bent, dan heb je niet echt vakantie. Want je wordt continu terecht als volksvertegenwoordiger niet aangesproken, maar mensen komen op je bezoek. Ik heb zelf de neiging om dingen aan te nemen. Vandaag heb ik nog vakantie. Nou, ik zit vandaag vol met afspraken. Dus die neiging heb ik. Nou, ergens anders zit, dan heb ik ook die neiging niet. En dan weet ik dat ik op mezelf teruggevallen ben met wat lopen, lezen, wat koken voor vrienden die dan langskomen, die in de buurt zitten, et cetera. Dus dat geeft echt rust. Ja, is er ook nog een speciale binding dan met Zuid-Frankrijk waar je geweest bent of dat niet? Nee. Dat verder niet. Nee. Maar je zei wel een beetje een speciale binding met dit park, hè? Ja, nou is wat mij in Zuid-Frankrijk aantrekt. Ja? Dat is gewoon dat ik er goed weer heb. Ik ben geen zonaanbidder. Ik ga wel in de schaduw zitten. Maar het heerlijk als je 's morgens met de zon op kunt staan. Dat is het eerste. Wat de binding met dit recreatiepark betreft... In de 60e jaren, dan gingen wij met vriendjes en vriendinnetjes, fietsten we vanuit Echt naar Hommelheide om hier te komen zwemmen. Er was hier een groot strand, dat is er nog. Ik had de indruk dat het vroeger veel groter was. Ik had die indruk. Ja, dat klopt inderdaad. Ja? Ze hebben het eerst groter gemaakt, geloof ik, en toen weer een stuk kleiner gemaakt. Dus ja. dat grote strand. Daar kwamen ook de eerste verkeringen vanaf natuurlijk. Hè? Want je was hier onbespied door je ouders. Dus in die tijd kwam ik hier vaker. Yeah. Ja, en ik ben hier in juni terug geweest toen we als CDA Limburg... Uh-huh. Onze Thuis in Limburgdag georganiseerd hebben. Dat was hier perfect. En ook veranderd natuurlijk, hè? Ja, toen ben ik voor het eerst weer hier geweest. En ik bedacht me eigenlijk van, als de neefjes en nichtjes komen, is het toch een keer leuk om op een zondagmiddag hier naartoe te gaan en een beetje rond te kijken, bootje te huren, te kanoën, et cetera. Ja. Ziet er leuk uit. Nou, ja, dank u dat u in elk geval dit met ons gedeeld heeft. Heeft u toevallig ook wel eens in een kano gevaren hier? Of dat niet? In de tijd dat ik hier kwam, waren er nog geen kano's. Waren er nog geen kano's. Maar zo wel eens in een kano gevaren? Kano en roeibootjes varen. Dat deed ik als ik bij mijn tante was. En dat was in Leijenbroek. En daar had je ook een grote vijver. En daar ging je dan kano, of was er geen kano, ik denk roeibootjes, met de roeibootjes varen. Ja, zat u graag op het water? Ja, ik hou van het water. Ja, u bent een watermens. Ja. Kijk, het is natuurlijk totaal anders geworden. Maar je ging hier naar Hommelheide, maar je ging ook zwemmen in de Maas. En zwemmen in de Maas betekende de Maas oversteken. Met een zakje uit mijn mazijk terugzwemmend met de ijsjes in je mond. Nou, dat deed je dus ook. Het was toch een soort ander vertier dan nu vele jongeren hebben die door hun ouders overal naartoe gebracht worden. Wij gingen met de fiets overal naartoe. Mm-hmm. Ja. Wat vindt u van al die invloeden van tegenwoordig?
Denkt u dat er vroeger wat dat betreft het meer speels was en dergelijke? En dat de invloeden tegenwoordig misschien iets meer de verkeerde kant op gaan? Nee, ik denk dat het ook een stukje nostalgie is. Ik denk dat de jeugd nu net zo leuke dingen meemaakt als wij hebben meegemaakt. In mijn herinnering als heel klein kind waren de zomers ook veel warmer. Ik weet echt niet of dat zo geweest is. Maar het is gewoon je herinnering die je daarin hebt. Aan een mooie maar tijd. Ik denk dat het Limburgse land is heerlijk. Nou, het gezin waar ik vandaan kom, ook goed. Dus wat dat betreft heb ik alleen nog maar dankbaarheid, toch? Nou, hartstikke mooi om te horen. Ik wens u in elk geval nog heel veel succes met de projecten waar u ook verder mee bezig bent in Europa. En laten in we hopen dat, en het, dat het allemaal de goede kant op gaat. En dat u zorgt dat we allemaal in elk geval met een fijn gevoel het pensioen in kunnen. Ja, wat mensen niet beseffen, dat is hoezeer wij Europa nodig hebben. Dat is nu de kwestie natuurlijk ook. Als wij niet meer één munt hebben en zouden moeten overgaan op de Nederlandse gulden, dan zou onze staatsschuld niet in euro's uitgedrukt worden, maar in 2,2 maal zoveel guldens. Ja. We zouden veel minder goed zaken kunnen doen. Vanmorgen werd nog eens een keer gezegd, destijds het Polen-meldpunt, wat we in Nederland hadden. En dat is de afwerende reactie ten opzichte van het buitenland. Dat heeft honderden miljoenen aan Nederland gekost. Dus als we niet kiezen voor volop Europa, meer dingen samen doen in een wereld die steeds meer globaliseert, die dus groter wordt, moeten we wel. Want wij zijn een steeds kleiner aandeel in die wereld. Dus we kunnen het niet meer zelf. Nou, dat betekent niet dat je ook niet kritisch mag kijken naar Europa. Je moet ook kritisch kijken naar Nederland. Je moet kritisch kijken naar de provincie. Maar dat we het wel met elkaar moeten doen om ervoor te zorgen dat we dat we het hier goed houden. Ondanks het feit dat we in de crisis zitten, hebben het heeft toch allemaal invloed op elkaar natuurlijk. Ja, hebben het toch nog redelijk goed. Dus daarom is Europa zo verschrikkelijk belangrijk. Nou kijk, dat is mooi om mee te eindigen, zou ik zeggen. Nogmaals hartelijk dank voor dit gesprek. Ik noemde het net al heel eventjes het kanovaren. Het kan in elk geval in de gemeente Roerdalen. En Pat heeft dat natuurlijk ook gedaan. We gaan zo genieten van een stukje kanoën hier in Roerdalen. Jan, onze instructeur / begeleider. Wat moet ik allemaal weten voordat ik hier instap om niet onder water te belanden? Nou, je moet in elk geval weten hoe je moet in- en uitstappen op een veilige manier. Zodat je droog kunt blijven. Je moet een beetje weten wat de stroming met de boot doet. Wat de mogelijkheden zijn, wat de onmogelijkheden zijn. Ja, niet tegen de stroming in, neem ik aan. Niet tegen de stroming in. Gebruik maken van de stroming, maar ook zo op zo'n manier dat je niet door de stroming vast wordt gezet in de buitenbochten. Ja, nou ja, oké. Nou, instappen kom ik daar nog even op terug. We gaan nu zo de tocht maken. Waar komen we dan uiteindelijk uit? Nou, we eindigen bij de basiliek in Sint-Odiliënberg. Dus dat is precies 11 kilometer, 2 uur, 2,5 uur. Het is een beetje een steile uitstap, maar het is een mooi picknickveldje bij de kathedraal, bij de basiliek. Dus een heel mooi plekje om uit te stappen. Oké, en ja, ik neem aan dat er onderweg ook nog wel wat bezienswaardigheden zijn. Nou, er zit heel veel natuur. Er zijn hele zeldzame libelles. De ijsvogel, de bijeneter is allemaal te zien op de Roer. Er zitten meer dan 41 verschillende vissoorten in de Roer. Dus het is een van de mooiste en vissoortenrijkste rivieren van Nederland. Nou, ik ga proberen in te stappen en dan gaan we gezellig een stukje varen. Oké. Dat begint nog gewoon.
Je dacht nog droog te blijven, maar dat valt een beetje tegen. Dat is wel leuk. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent hier op vakantie? Wij zijn hier op vakantie. Wij zitten hier vlakbij op een camping. We mochten de caravan van mijn zus en mijn zwager lenen. En we zijn hier dus aan het rondkijken. Ja, hier is nogal wat te zien, hè? Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik vind deze basiliek, ik wil dat kerk zeggen, maar dat mag natuurlijk niet. Het is echt mooi, super mooi om te zien. Zeker. Wat heeft u voor de rest nog hier in de buurt gezien? Waarvan u zegt van nou, dat vond ik echt prachtig. Knooppunten. De knooppuntenroute hier ook. En het vlakke en het schone van de wegen en het rustige op de weg. Ja. Ik ben veel in Nederland op vakantie geweest, maar ik vind hier in Roerdalen heel bijzondere dingen. Oh ja? Ja, het is puur. Het is hier echt puur natuur. Niemand doet hier gemaakt, het wordt allemaal niet afgezet. Het is lekker fietsen en je hebt echt het gevoel als je in het bos rijdt van... Daar kan wel een wild zwijn aankomen of zo. Ja, die schijnen hier ook te zitten, heb ik me laten vertellen, inderdaad. Dus het zou zomaar kunnen. Maar het is wel mooi, maar het voelt niet toeristisch. Is dat een beetje... Ja, dat is er wel waar aan beetje. We staan hier nu voor het museum. En ik vroeg me nou af... dat museum staat naast de basiliek. Dus ik neem aan dat je ook heel veel van de basiliek af weet. Het valt wel mee. Het valt wel mee. Nou, maar... valt wel tegen, moet je beter zeggen dan. Wat maakt die basiliek nou zo speciaal? Nou, een basiliek is natuurlijk vanwege het feit dat hier de beenderen worden bewaard van de heiligen van Sint-Dielenberg, Sint-Wiro, Plechelmus en Algerius. Dan de reliekschijn van die heiligen. En natuurlijk de ligging van de basiliek, hè? Hoe ze hier ligt. Dus ja, mooi bovenop. Ja. Heet dat is dat een terp of is dat gewoon een heuveltje? Ik weet het nooit. Er zijn opgravingen geweest gelijk na de verwoesting van de kerk in 1945. En daarbij hebben ze archeologisch onderzoek uitgevoerd, zoals ik al zei. En daarbij hebben ze geen aanwijzing aangetroffen dat hier vroeger bewoning is geweest. Geen directe aanwijzing, laten we zo zeggen. Dus het ligt gewoon toevallig heel mooi. Het ligt perfect, ja. Ja, nee, en een basiliek wordt niet zomaar, hè? Daar komt de pauze bij kijken, toch? Ja. In 1957 is de kerk verheven tot basiliek. Ja. En toen is het ook uitbundig gevierd in Sint-Dielenberg. Daar vinden ze nu nog de sporen van terug. Ja. En ik zei net al, het museum, hè, dat ligt hier pal daarnaast. Die twee hebben dus niks met elkaar te maken dan? Wij leveren het water aan de kerk. Oh, dat is ook belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Nee. En in die zin hebben wij geen directe relatie. Vroeger is het museum een school geweest, een lagere school. En daarvoor geloof ik nog een boerderij. Maar wat wij wel hebben in het museum is een korte presentatie van de basiliek. Met een aantal schilderijen. Maar ook archeologische vondsten die zijn aangetroffen tijdens de opgravingen in de jaren 40. Dus. En wat is dan elk museum heeft natuurlijk wel zijn prijsstuk, zeg maar. Wat is nou jullie mooiste... Op dit moment hebben wij het mooiste wat wij kunnen laten zien, is de Romeinse muntschat van Montfort. Die is vrij recent gevonden. Ja. Die wordt nu bij ons in het museum gepresenteerd. En het is toch een vrij unieke schat die hier te bezichtigen valt. Ja, zometeen zit Maurice hier nog met een mooi interview met Vic Hermans, zaalvoetbalcoach. Maar eerst gaan we genieten van lekkere muziek, namelijk van de nieuwe single van New Timeless, We Can't Stop the Music. If you need someone to hold you, if you need someone to care, I'm the one who always loves you. I'm the one who's always there. Stay along with you, baby. We dance the whole night long. With a song that'll never end. It's the love that keeps us strong. We can't stop the music. We can't stop at all. We can't stop the music.
share it with you all. We can stop the music. We can stop at all. We can stop this feeling. We like to share it with you all. We can't stop the music. We can't stop at all. We can't stop this feeling. We like to share it with you. Share it with you. Share it with you. Ja, fantastisch optreden van New Timeless. We can't stop the music. En inmiddels hier aangeschoven aan tafel de bondscoach van het zaalvoetbal in Thailand. We hebben het over de Maastrichtenaar, Vic Hermans. Vic, welkom. Welkom. Wat doet iemand die Nederlands beste zaalvoetballer aller tijden is, bondscoach hier is geweest, in godsnaam in Thailand? Ja, klinkt gek. Je wil altijd een stapje hoger. Als je de wereldranking bekijkt en Nederland staat 23 en Thailand staat 10... En is sportief gezien wel een betere uitdaging. Nee, en Thailand heeft zijn WK. Dat verbaast mij trouwens. Ja. Dat wist ik niet. Nee, dat weten we veel niet. Het zaalvoetbal in Thailand is hoger aangeschreven als het Nederlands. Ja, klopt. Zij staan tiende op de wereld. Ze hebben negende zelfs gestaan. En nu staan ze tiende toen ik begonnen ben nu. En we proberen ze hoger te krijgen. Maar hoe kan dat? Op het veld hoor je helemaal niks van Thailand. Wat triggert daar dat zaalvoetbal? Nou, dat zal een verschil zijn. Op het veld zijn ze inderdaad ook vrij goed in hun Azië-kant, vind ik zelf. Maar ze staan 140 op de WK, op de ranking. Maar dit type spel is voor hun natuurlijk kolfje aan eigen hand. Ze zijn snel, behendig. En ik moet je eerlijk zeggen, ze spelen gewoon attractief aanvallend zaalvoetbal. Ja, leuk. En dat ligt jou ook attractief aanvallend zaalvoetbal. Zo was je als speler. Zo wilde je als trainer overal fungeren. Maar hoe ben je daar in Thailand gekomen, in Azië? Nou goed, naar mijn deceptie bij de KNVB, achteraf gezien, vond ik dan deceptie bedoel ik mee dat ik toch wel teleurgesteld was in de voortgang van het zaalvoetbal in Nederland. Je had een heel plan neergelegd waar ze eigenlijk niks mee deden. Nou, waar ze zeggen dat is het plafond en verder kun je niet groeien. En als je niet kunt groeien, dan houdt het voor mij op. Dan, ja. Dan zit je met al je know-how en je gaat over de hele wereld vanuit de UEFA en FIFA. En promoten met je eigen land, met een van de beste, vind ik, van de beste bonden, ook qua structuur, dan kan je niet verder. Dus dan hield het op en toen ben ik naar Malta gegaan. 2,5, dan gingen we sportief helemaal terug. Lichamelijk werd het voor mij, waar we net ook heel even spraken, toch wel een soort vakantie, combinatie. En toen in november vorig jaar belden ze vanuit FIFA of ik geïnteresseerd was om naar Thailand te gaan, want ze hadden de WK op een bordje gekregen en ze zochten dus een goede buitenlandse coach. WK is in november in Thailand? In Thailand, ja. Maar dat betekende niet dat Thailand onmiddellijk direct gekwalificeerd was? Jawel, dat betekende wel. Bij het zaalvoetbal is zo, de organiserend land is geplaatst. En dat, dat was wel zo. Maar je hebt onlangs tegen Iran nog een vreselijke stunt uitgehaald. Ja, nee, ze hebben alle kwalificaties moeten ze meedoen. Ook daarin hebben ze gewoon geplaatst. En dan zijn ze iedere keer eerste geworden. En op de Asia Cup, nou in Dubai, toen hebben we voor de eerste keer hebben ze een eigen land, of Iran, waar ik dus ook trainer geweest ben, hadden ze verslagen. Ja, dat was voor hun perfect. Dat heeft een paar etentjes met de minister wel opgeleverd. Ja, en nog een leuke bekomstigheid, daar hebben we het dadelijk over, jullie tripje van dit moment door Europa. Maar heel even terug, hoe pas je je aan daar in ja. Verre Azië? Doe je gewoon je eigen ding of hou je rekening met de cultuur over daar? Nee, ook daar leer je van je fouten. En dat wil ik heel snel zijn. Ik ben natuurlijk al in 92 bondscoach in Hongkong geweest. En in 96 in Maleisië. Een echte globetrotter. Ja, en dan maak je ook wel eens foutjes. En daar leer je van. Dus aanpassing in de cultuur nu is makkelijker gaan als eerst. Nou goed, ik ben daar gewoon met mijn vrouw naartoe getrokken. En we doen ons ding. We hebben een vertaler. En langzaam beginnen we wat Thaise woorden op te pakken. Zowel privé als in de sport.
En nou, ik heb een president die zelf ook op mijn mind is. Dus het gaat gewoon fantastisch. Buiten de Lumpia kan ik helemaal geen Thais woord bedenken, moet ik eerlijk zeggen. Maar je zegt, je hebt die tolk bij je. Ja. Hoe is de Thai? Kun je die beschrijven? Is daar een beschrijving op? Ja. Ik ben gistermorgen nog in Londen geweest met de Thai in de tempel. Dus we zijn met de 23 man hier. En dan is een Thai heel onderdanig. Dus zij hebben het boeddhisme, hebben ze. Dus dat betekent altijd dat je iets voor een ander moet betekenen. Dus zij helpen elkaar. Als jij water nodig hebt, 's morgens staat langs de weg overal water voor iedereen die zich niet zelf kan bedruipen. Ja, dat is hier niet denkbaar. Dus gisteren zijn we in Londen geweest. Dan kloppen ze aan bij de tempel. En dan willen ze een slaapgelegenheid hebben. Nou, dan gaan ze bidden. En dan op het einde zegt die monnik, die zegt van, oké, jullie kunnen hier slapen. Moet wel zeggen, dat is met een slaapzak op de grond en een kussen. Maar de deur staat open. Eten kun je dan. Nou, ze hebben een cultuur, dat is fantastisch. Dat is helpen we elkaar onderling. Ja, mooi. En hoe pas jij, hoe woon jij daar? In een hotel of heb je een eigen appartement? Of? Ja, ik denk dat ik mooi woon. Ook daar heb je rijk en arm natuurlijk. Maar ja, goed, van de bond uit krijg je een appartement aangeboden. Ja, en dat is, om eerlijk te zijn, daar zit gewoon alles op banaan. Maar daar moet je doorheen kijken. Dat is niet de bedoeling, maar je kan ook niet gaan leven zoals Lijkt me wel lekker. Lijkt me lekker als je de deur open doet en je zwembad, je fitnessruimte staat voor de deur. Dat is geweldig. Fantastisch. Nee, dat is echt waar. Ja, en jij bent niet iemand die naar een land gaat en ondanks dat je helemaal voetbalgek bent, alleen maar blind staart op dat voetbal. Jij wil meer zien. Ja, nu ook weer door de jaren heen. Ik ben al 20 jaar aan het reizen en ik ben in de mooiste plekken van de wereld geweest. Maar ik heb er ook een paar gehad waar ik dacht dat voor een Maastrichtenaar in Maastricht was. Ja, daar komen we ook nog wel geregeld terug. Is ook zo. De roots, daarvoor zit ik ook met mijn trainingskamer in de buurt waar mijn kinderen zitten. Dus ja. Dat is inderdaad. Nee, maar goed, door de jaren heen wil je nou, als je dan Thailand ziet, wil je Thailand zien. Dus op het moment, in het zuiden ben ik al geweest. Ik moet zeggen, het zuiden is iets rumoeriger door het moslimgebeuren. We hebben toch een paar aanslagen gehad. Ja. Maar dat is al jaren daar aan de gang. Maar Thailand is dus heel 2000 kilometer lang. Dus we hebben de middenweg, Bangkok. En nou ben ik in het noorden af en toe aan bekijken. En nou, een geweldige cultuur, geweldig. Onlangs las ik op een van jouw, op de website van jou geloof ik, dat je bij de bridge over de River Kwai bent geweest. Ja. Film van gemaakt, 7 Oscars. Wat dacht je? Nou, ik ga die even bekijken. Ik had de film vroeger al gezien. En als je dan in 100 kilometer ervan af zit, dan wil je de River Kwai zien, de bridge. Maar dat is niet de key ervan. Want toen ik daar stond, begreep ik dat de Hellfire pas, die is dan 80 kilometer verder. Dat is waar de grootste slag is geweest. Nou, daar ben ik dus ook geweest. Nou, en dan krijg je een indruk wat daar gebeurd is in die tijd. Nou, wij hebben het verhaal van onze tijd, 40, 45 ook natuurlijk. Mm. Ik denk dat daar iets heftiger geweest is. Omdat hier het Geneve contract wat getekend was, denk ik beter is nageleverd dan daar. En daar bedoel ik mee met het welzijn van de gevangenen, van de mensen. En ja, goed, daar moet je niet te lang bij stilstaan. Die tijd is voorbij. En ik denk dat we moeten hopen dat zo'n tijd nooit meer komt. Ja, waar een oorlog beter of slechter was, het moet er gewoon niet meer zijn. Moet dat niet meer zijn. Nee, precies. Je bent met je ploeg op trainingskamp door Europa. Ja. Dan denk ik van, had ik niet verwacht dat de Thaise Bond die mogelijkheden überhaupt al heeft, die financiële mogelijkheden. Nee, maar dat is wat je net ook, wat ik je vertelde, en dat zei jij van, ik wist niet dat ze 10e staan. Ja. Dus zij openen deuren voor dingen die moeten gebeuren. Dus toen ik kwam, zei ik ook van, jullie spelen altijd in Azië. In de WK zit je in een groep met 4, van één van Zuid-Amerika, één van Europa en misschien Azië of één extra. Dus je moet de culturen leren kennen. Je moet niet alleen in Azië blijven zitten. Dus zijn we naar Nederland gekomen, dus we spelen in Nederland en België. Dan vliegen tegen topclubs uit de hoogste klas. VDL hebben we nu gespeeld. Dan spelen we in Hommel vanavond. Mm-hmm. En dan vliegen we woensdag naar Madrid voor in Spanje 2 wedstrijden te spelen. Nou, gisteren ben ik met hun dan bij Chelsea geweest. Pamplona en Zaragoza. En Zaragoza, ja. Ja, ja. En het weekend, want dat was een cadeautje van de voorzitter. Als jullie dat toernooi zouden winnen, het kwalificatie of het Aziatisch kampioenschap. Dat is ook Thailand. Want het programma van mij ligt al maanden vast, maar dat verandert 20 keer. Dus we hadden in Dubai zijn we 2e geworden. En dan zegt hij meteen in de speech van, nou jongens, als ik in Engeland ben, dan komen jullie naar een wedstrijd kijken in Engels voetbal. Nou, die viel dan precies in deze periode. Dus gisteren zijn wij met de shuttle overgegaan naar Londen en Birmingham. Of zaterdag. En dan vannacht zijn we teruggekomen. Dus even één nachtje, één wedstrijdje. Dat was voor
de Supercup in Engeland tussen Chelsea en Manchester City. Ja. Genoten? Ja, genoten. Ik moet zeggen, ja goed, je zit daar. Ik vraag altijd af van, god, wat betalen de mensen veel geld voor zo'n wedstrijd als je daar zit. Maar dat is dan kritisch wat ik nu zeg. Want ja, goed, je zit dat ook anders te kijken dan ik denk als de meeste toeschouwers. Ik heb er nooit zoveel gekke mensen om me heen gehad. Dat waren de City-fans. Ja, en dan, dan denk je van, god, hoe kan het mogelijk zijn? Want mijn zoon was ook meegegaan en die zei van, god, pap, nou weet ik hoe de kinderen later komen als zo'n vader zo gek doet. Ja, zo was het ook, ja. Ik vraag me af, je zei het al eigenlijk, via jouw contacten bij de FIFA ben je in Thailand gekomen. Dat heb je altijd gehad, dat je ook jouw netwerk altijd goed voorhanden had. Hè? Altijd goede contacten bij de FIFA of, moet ik zeggen, altijd goed werk geleverd waardoor je die contacten had? Ik denk het laatste, ja. Ik ben niet iemand die in een VIP-ruimte, want dat weet een vriend van me wel. Je zit hier ook in training. Trouwens, zo moet het, vind ik, als je voetbaltrainer bent. Ja. Maar er zijn voorbeelden, die komen ook naar mij toe zelfs strak in het pak. Ja, dat weet ik. Bij ik mij zit het pak te strak, maar... Ja. Nee, ik zie daar wel een staan bij een wedstrijd, ook in Malta, waar ik trainer was. En dan komen ze bij 40 graden in een kostuum met stropdas op. En dan denk ik altijd, ja, maar normaal ben je toch bezig met je wedstrijd. Dus de spanning zal wel onder je armen zitten. Ja, en ik denk dat als ik me douche en ik doe mijn pak later aan, is het ook goed. Nee, ik denk dat je beter normaal kunt blijven. Maar de contacten, wat je zei, die liggen niet bij mij zo eigenlijk. Ik loop niet door de VIP-ruimtes. Van de andere kant denk ik daarom dat ik toen van 89 af, toen ik stopte naar speler, maar wel op een hoog niveau gewaardeerd werd, dat ik toen door de FIFA ben opgepakt. En ja, goed, ik heb nu voor een maand weer een cursus en dat is dan ook weer of Maleisië of aan die kanten. En daar bellen ze dan voor, moet ik zeggen. Die geef je ook nog tussendoor, hè? Ja, die geef ik ook nog tussendoor. Ja, ja. Ik moet bedenken, jij bent de 8e van 12 kinderen thuis, las ik nog ergens. Ik kan me voorstellen dat je vroeger aan tafel thuis, dat je echt hebt moeten vechten voor jouw portie. Nee, gelukkig was het niet zo erg, maar we moesten wel in twee diensten eten. Twee schichten, Omdat de tafel te klein was, moesten we daar en daar moesten we, ja. Inderdaad, dat was wel zo. Maar en dan niet met die vork naar het vlees zo snel? Nee. We hadden gelukkig vader en moeder die hadden voor iedereen konden zorgen. Ik moest wel de broek van mijn oudere boer, dat werd van boven naar onder doorgeschoven. Maar dat was in die tijd, was dat het enige wat ik... Maar eten gelukkig is goed gegaan. Ik vraag dat, want ik denk met jouw carrière en wat je nou allemaal bereikt, dat jij je ook geen zorgen hoeft te maken en jouw gezinsleden over dat er genoeg brood op de plank komt. Nee, je bent waakzaam. Ik denk dat iedereen het moet verdienen. Ook van mijn eigen kinderen. Die weten dat als ik dit zeg nu. Het komt niet aanrollen. En daarvoor ben ik in een tijd geboren, wat jij net zei, tot de economie van onder naar boven gegroeid is. Maar het moet niet zo zijn dat wat ik nu zie in mijn wereld, de jongens van 17 of 18 jaar niet meer kunnen waarderen wat ze verdienen. En dan hebben we de laatste EK gezien. En dan zie je mensen rondlopen die uit hele arme landen komen. En die dan met de band die gaan shoppen, dan denk ik van, nou, ik zou dus vanuit mijn project dan in mijn land met zoveel geld zou ik wel een paar projecten opzetten. Maar dat weten zij. Maar zij zelf, hopelijk hebben zij ook niks tekort, nee. Vind jij dat tegenwoordig de profvoetballer in West-Europa zichzelf goed inschat waar die staat in de maatschappij? Sommigen wel. Ik denk dat we ook in Nederland goede voorbeelden hebben. Ik zal nu één naam noemen, als ik altijd een Aaron Winter heb gezien hoe de jongen in de maatschappij staat, dat vind ik zo zou moeten. Die doen niet gek, die weten, die waarderen het. En je kan wel een projectje hebben, maar als je zelf dan met 25 horloges rondloopt, dan zeg ik van ja, waarom moet dat? Waarom heb je 6 auto's voor de deur staan als je maar in één kunt rijden? Johnny Heitinga die direct na het EK-verlies in een privéjet naar Ibiza gaat en dat even op Twitter zet. Ja, goed, het is een manier van leven. En ik denk dat Johnny wel weet dat hij daar ook reactie op gekregen heeft. Want dat hij dacht, had ik misschien beter niet kunnen doen. Laten we zeggen, ze komen op een niveau waar daar is ook hard voor gewerkt. Maar dan vanaf dat punt, vind ik, moet je toch realistisch blijven. En wetende dat we in een slechte economie zitten. Dat heel veel mensen die in het stadion zitten, zoals gisteren in Engeland. Nou, die kunnen geen pint betalen, denk ik. Maar ja, goed, op het veld staat dan miljoenen en miljarden totaal samen, denk ik. En ik vind het een beetje scheef, maar goed, ik vind als ze daar, dan kunnen ze wel zeggen, we zijn met 30 of 35 uitgevoetbald. Ja, dat waren de spelers vroeger ook, dat was Willy Broek aan Boog. En toch heeft die jongen gezorgd dat hij op het einde binnen was. Ja, dat heeft hij heel goed gedaan in de onderhandelingen met MVV. Bijvoorbeeld. Ja. Heeft hij goed gedaan. Vic, als ik het goed begrepen heb, over een paar weken de loting voor het WK in Bangkok. Ja.
Nou, is heel snel, over een week, 24e deze maand. Ja. Wat hoop je? Want ik ken jou een beetje, jij wil dan nog een keer stunten. Nee, dat is ook de bedoeling. Ik denk, als ik niet stunt, dat ik wel op vliegtuig gezet word naar Nederland terug. Daar ben ik bijna van overtuigd. Want, zo reëel ben je ook, zo makkelijk zit je ook intussen in elkaar? Ja, ik heb het één keer meegemaakt bij Lommel, dat ik vond. En dat was het ook gewoon onrechtvaardig. Maar daar doe je niks aan. Daar meen ik, daar word je ontslagen. En dan is er meestal in die tijd de trainer die eruit moet en nou nog. Ik denk niet dat het altijd de weg is. Maar het behoort nu erbij. En nu zeg ik, toen ik 40 was, was je iets ongerustiger. En nu weet ik dat morgen staat er toch wat anders is. En je weet, je tekent een contract met de doelstelling om, en wij hebben afgesproken, doorkomen bij de eerste ronde. Als je dat niet haalt, nou ja, goed, dan denk ik dat je gewoon zegt van even goede vrienden. En dat zal ook zo gaan. Maar ik denk dat ik daar nog wel langer kan blijven met de kwaliteit wat ze hebben. Ik hoop en ik gun je die stunt. Ik bedank je dat je op je drukke reis door Europa tijd hebt gemaakt hier om bij TV Limburg aan te schuiven. Veel succes. Dankjewel Maurice. Rick. Jij ook. En wij gaan daar even tussenuit voor de reclame. Tot zo. Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide.